Opnieuw een gesprek met uh, Neda Boyn. Drie jaar terug spraken we elkaar voor het eerst. Daarna nog een keer in het Engels bij jou in Rotterdam. Hè? Uh, voor de corona, nu tijdens corona-tijd. Is er voor jou een verschil, uh, Neda? Ik bedoel, is er iets veranderd ten opzichte van drie jaar geleden? Uh, ja. Ik weet, het, ik, heb, ik heb soms zelfs het gevoel als ik een week later kijk dat, ik, dat het al voelt alsof er zo is, zoveel is veranderd. Gewoon van, van binnen en shifts en de manier hoe ik kijk naar dingen en de manier um, waar ik, ja, hoe ik omga met dingen. Maar ik denk nu zeker in heel de COVID-periode uh, dat het voor iedereen wel uh, heel veranderd, veel veranderd is. Mm -hmm. En um, voor mij ook zeker, omdat ik nu net mijn nieuwe album heb afgerond en dat was echt een hele reis. Je moest letterlijk reizen, want je bent naar Canada reis, geweest. Ja. En um, maar uh, heeft het dan uh, bedoel, zit ik hier niet meer met dezelfde Neda als, als drie jaar geleden. Dus een compleet nieuwe versie. Nou, ik denk dat, dat ik gewoon steeds uh, een stukje dichter bij mezelf kom. Dat dat ja, ik denk dat het niet alleen voor mij geldt, maar voor, voor iedereen. Dat het, het is niet alsof ik mezelf helemaal opnieuw heb uitgevonden en een hele nieuwe neda ben. Mm -hmm. um, maar ik voel wel gewoon dat ik ja, steeds, steeds wat dichter bij mezelf ben. Steeds wat. Dat mijn hart wat meer open kan gaan. Dat ik uh, me nog dieper kan verbinden met mezelf en met de mensen om me heen. Um, dat dingen nog meer in de flow gaan. Dat ik makkelijker leer vertrouwen. Um, dus heel veel dingen ja wat ik wat ik vroeger uh, moeilijk vond of eng um, gaat nu makkelijker ja. Heeft ook met de leeftijd te maken natuurlijk. Ook met de leeftijd, ja. Want jij bent nu, mag ik dat vragen aan jou? Tuurlijk mag je dat vragen. Ben je al de 30 al gepasseerd? Ik ben de 30 al gepasseerd. Oh echt? Ik ben net 31, of net, april ben ik okay. 31 geworden. Nou, gefeliciteerd ja. nog. <laughs> Even voor mensen die denken, dat kopje dat ken ik. Uh, jij was een x aantal jaren terug, was je ineens uh, heel bekend. Want je deed mee aan The Voice of Holland. Uh, daarin zat je in het team van Anouk, als ik me yeah. goed kan herinneren. Uh, een prachtige versie van Yesterdays. Uh, die wordt op YouTube nog steeds heel veel bekeken. En ja, nu heb je inmiddels een aantal albums uitgebracht. Althans, nu, dit is je tweede, wat dit is nu mijn tweede uitkomt. Album, ja. 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 Um, je vorige album was uh, The Light Has Come. Mm -hmm. En nu heet je album Remember Your Dreaming. Ja. Dat even samenvattend. Want ik wil met zoveel dingen, uh, over zoveel <laughs> dingen met jou gaan praten. Maar eerst even een anekdote wat net gebeurde. Dit papiertje wat hier ligt. <laughs> Met de voorbereiding voor dit gesprek wilde maar niet uit de printer komen. De laptop liep vast en toen was de kabel weer niet goed en dan deed het papier het weer niet. En op het moment dat ik op print druk en het lukt, gaat de deurbel en ben jij er. Mag ik daar iets speciaals van maken of is dat gewoon puur toeval? Ja, je kan er maken van wat je wil, ja. denk ik. ik denk, je, je zei net ook al van: ik moet dingen meer laten gebeuren en laten mm -hmm. flowen. Dus ik vind dat altijd van ja, oké. Okay. Ik Denk als het nu niet lukt, dan moet het nu niet lukken. En ook al was het nog niet gelukt uh, voordat ik kwam, um, dan misschien waren die vragen wel helemaal niet nodig. Oké. Okay. Dus ik denk ja, het gaat gewoon hoe het gaat. Dat, dat denk ik meer. Is het geen divine timing dan? Of ben ik dan weer te spiritueel bezig? <laughs> nee, ja, zo kan je het ook zien van hey dat het dan net ineens zo synchroon loopt van hey ze ja. komt net aan en dan je lukt het. Je was twee het. minuutjes over twee hier en net om twee minuten over twee kwam dat ding uit de Precies. print te vullen. Ook helemaal goed. Ja. En een ander dingetje is, jouw album heet The Light Has Come. En de zon heeft nog nooit zo fel <laughs> geschenen de afgelopen weken. Het waren hele donkere dagen voor kerst als vandaag. Dan zegt mijn hoofd ja. toch, wij gaan het over de cursus in wonderen, een cursus in wonderen hebben. We gaan het over Neda hebben. We gaan het over een nieuwe album hebben. Het lijkt wel alsof er een lampje in de hemel is, ja, is aangegaan. Dat heb ik geregeld voor vandaag. Ja, is dat het? denk ze wel. Nee. Maar is het, maak ik er weer iets speciaals van als het als, als vandaag een soort heilige dag is dat wij over iets heel bijzonders gaan praten? Nou, ik vind het wel een mooie intentie. Ja. Ik, denk, ik denk toch van alles wat we buiten ons zien is een reflectie van wat er in ons gebeurt. Dus ik denk, als je dat ergens al voelde van hé, hey, volgens mij, en volgens mij hadden we dat allebei, dat we er echt zin in hadden, ja. we hebben elkaar ook van hé, hey, ik heb zin ja. uh, zin om met je te praten, dan ga je die dingen ook zien. Want voor hetzelfde geld uh, zit je zelf in zo'n donkere wolk en kan de zon nog zo mooi schijnen en zie je het niet. Oké. Okay. Um, dus ja. Ja, is het dan misschien mijn spirituele ego wat probeert hier toch nog weer iets specialers van te maken dan al het andere? <laughs> Mag ook. Ja? Mag ook. Ja, ja, waarom niet? Want daar gaan we denk ik ook ja. wel over hebben, over het, uh, het ego. Nou, laten we eerst even beginnen met wat jij allemaal doet. Je bent niet alleen uh, zangeres, uh, je werkt ook met gevangenen. Klopt. Toch? Ja. En wat doe je met die gevangenen? Uh, ik werk voor Young in Prison, doe ik dat sinds uh, acht jaar en dat is een team van echt super toffe creatieve uh, artiesten, kunstenaars, acteurs, um, allemaal niet uh, echte leraren zeg maar, maar gewoon professionals uh, in hun vak. En uh, wij geven workshops aan um, jeugdgevangenisjongeren. Um, jongeren. Ja. En, en wat en, doe je dan um, met ze? Nou, ik zelf uh, schrijf liedjes met die jongens. Okay. Dus we schrijven echt liedjes over hun leven. En ik probeer altijd um, ja, om hun op zo'n manier te begeleiden dat, dat dat nummer wat we uiteindelijk opnemen, dat dat echt iets is waar ze ja, trots op kunnen zijn. En dat ze, ja, sommigen schrijven een liedje voor hun moeder bijvoorbeeld. Die uh, echt super, dat super ontroerende nummers. Uh, maar iets dat ze gewoon voelen: van... wow, dit is iets van mij en iets moois en uh, niet alleen maar gangster uh, ja, stuff. Bitches. <laughs> um, ja, en, en eigenlijk, wat ik altijd zeg met jezelf, en we gaan het over de cursus in wonderen hebben. Wat ik voel dat mijn werkelijke taak daar is, is hun onderwijzen dat ze onschuldig zijn. En dat is in een plek van een gevangenis, is dat wow. super interessant. Ja. En mijn muziek voelt een beetje als een soort dekmantel. Weet je, als het gewoon een middel om echt met hun, ja, om een beetje. Het ijs te breken uh, en met hun te connecten, maar mijn werkelijke taak voelt wel altijd van oké. Okay, ik ben hier uh, om hun te on ja te onderwijzen dat ze onschuldig zijn en dat zelf ook te leren. Door door hun, ik grijp even in als advocaat van de duivel. Er zijn <laughs> luisteraars en kijkers, jullie kijken, ja, maar ze zitten toch niet voor niks in de gevangenis? Ja, ze zijn toch schuldig bevonden aan iets? Ja, wat maakt hun dan onschuldig? Ja, nee. Nou, Vanuit de Kerst in Wonderen kijken we dus naar wie iemand werkelijk is. Dus niet dat lichaam en die perso personage. Ja, tuurlijk, ze hebben dingen gedaan en zitten niet voor niks uh, in de gevangenis. Mm -hmm. En ik geloof ook niet dat uh, als je iemand vermoordt, dat je gewoon maar een knuffel moet krijgen. En, en gaan we weer, uh, ga weer de wereld in. in. Nee. Um, de straffen is wel zinvol op dat gebied. Uh, nou, um, ik ben het niet eens met de manier waarop er wordt gestraft, want ik, 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 zie, ik zie het meer als, uh, de cursus in Wonderen zegt ook van alles is een, of een roep om liefde of een uitbreiding om liefde. Um, en er is niks anders dan dat. En ja, je kan wel stellen dat iemand vermoorden, uh, even het ergste geval ja. waarvoor iemand in de gevangenis zit, dat dat niet een uitbreiding van liefde is, nee. uh, maar een diepe roep om liefde. En nog steeds uh, is het enige antwoord daarop dan liefde. En dat wil zeggen dan, weet je wat ik zei, dat het wil dus niet zeggen van oké, okay, dan ga ik hem even knuffelen en zeggen jij bent liefde. Maar dat betekent wel dat iemand dus heel diep is vergeten wie hij is. Hij zelf is dat vergeten. Precies. Ja, en jij komt en, hem daaraan herinneren. En ik geloof dat uh, dat soort systemen zouden werken als als het is gebaseerd op... Iemand weer herinneren aan wie die ja. werkelijk is. Ja. Want vaak door straf be bevestig je alleen maar jij bent schuldig, jij bent slecht, jij doet er niet toe. Niemand geeft om jou. Waardoor iemand alleen nog maar dieper in die roep om liefde ja. um, zakt. Hij en wordt um, eigenlijk bevestigd in zijn schuldig zijn. Precies. Ja, en dat, want hij heeft de hele dag tralies om zich heen. Precies. Mensen zeggen, jij moet nog zo lang zitten. Hij zit ja. met andere schuldigen daar. Precies. Ja. Ik vind het woord schuld zo interessant. Want ik heb mezelf ook al jarenlang van van alles beschuldigd. En nu bij weilen nog steeds. Dat kan, maar dat kan zoiets. Dat kan echt. Maar, uh, ik neem aan dat dat mijn ego is, maar dat ga je me dan wel uitleggen, denk ik. Uh, ik kan me zelfs al beschuldigen als ik uh, een broodje smeer. Mm -hmm. Ik doe het mes in de vaatwasser, want dat mes is vies oh nee, shit, ik zou nog een broodje smeren. Moet ik een nieuw mes pakken? Wat ben ik toch ook een sukkel? Hmm. Ik had toch gewoon dat oude mes even kunnen afspoelen... of gewoon nog een keer kunnen gebruiken? Dan hoor ik gewoon... Ja. dan begint het gezeik weer om een mes. En dan yeah. denk ik, ja, maar je hebt hier honderd messen. Snap je wat ik bedoel? Ja, absoluut. En ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Ja. En het, die uh, zelfbeschuldiging, uh, waar komt die toch vandaan, Neda? Ja, dat is... het. Ik... Weet je, onbewust geloven we ten, in ten diepste dat we schuldig zijn. En, en, dat, en soms dan kan dat heel. Uh, nou, schuldig. Ik ben toch niet. Ik zit toch ja. niet in de gevangenis. Ja. Uh, maar je ziet het al in dat soort kleine dingetjes. Dat je jezelf zo op je kop kan geven. Of dat er dan dingen gebeuren. En dat je dan. Oh, wat ben ik toch een stommeling? Um, en de cursus onderwijs... Dat, dat eigenlijk in ten diepste um, die, de oerschuld komt van het geloof dat we ons hebben afgescheiden van onze bron, van de liefde, God, ja. hoe je het ook wil noemen. Um, en dat deze hele wereld, uh, gezien vanuit de Spirit, de Heilige Geest. Um, is opgezet om, om te zien: eigenlijk, van hé, hey, maar je bent helemaal niet schuldig. Je kan je niet afscheiden van je bron. Het is onmogelijk om, om weg van huis te gaan, zeg mm -hmm. maar. Dus de cursus noemt het ook een reis zonder afstand. Het is, het is naar een plek waar je nooit bent weg geweest. Maar zo lijkt het wel. En daarvoor zijn al onze relaties en ook gewoon de dagelijkse dingen, inderdaad de afwas, um, kunnen op die manier klaslokalen worden om, om die schuld um, zichtbaar te maken. Ja. Want dat is wat er moet gebeuren. Want wanneer het. Onbewust blijft, uh, waar de wereld vanuit het ego natuurlijk ook heel goed in is. Het ego is heel goed om ons af te leiden, en, en maar of, of de schuld te projecteren. te zeggen van hé, hey, daar ja. ligt het, ja. zij zijn de schuldigen. Ja. Weer ook weet je, die gevangenen zijn daar ook goed voor. Van nou, zij zitten in de gevangenis, ja. zij zijn slecht, ik niet. Uh, of nou, de politiek, hè, wat, wat ja, maar het, dan ook. Is dat wat je nu ook ziet gebeuren met die twee kampen die voor en tegen vaccineren zijn? Ja. De Big Pharma is de schuld. Absoluut. De regering neemt de ja. foute beslissingen. Dat is allemaal die oerschuld die naar ja, boven komt. Allemaal zij, zij, zij zijn hun, de hun. schuldigen. Zodat, ja. zodat ik. Niet uh, nou ja, het is, het is de tactiek van het ego. Van oké, okay, ik heb die onbewuste schuld. Dat voelt heel on oncomfortabel. Uh, dus ik ga het naar buiten projecteren zodat ik het kwijt ben. Ja. Maar dat, dat werkt gewoon niet zo. Want we zijn allemaal één. Dus hoe Waarom ik werkt ik... dat niet dan? Nou ja, wat, wat ik zeg, we zijn één. Er is niet. Dus het lijkt wel alsof we allemaal verschillende lichamen zijn. Uh, maar we zijn allemaal uh, met elkaar verbonden in wezen. Is er maar één van ons. Dus wanneer ik slecht over jou denk, uh, denk ik. Onbewust denk ik ook slecht over mezelf. Ja. Het, het gaat altijd over mijzelf. Hand in hand. Precies. Ja. Dus op een gegeven moment uh, wordt dat die, die practice van oh dat je gaat zien van wow ik heb echt super veel oordelen over hem, weet je. Dus het is ook niet ja. dat je dan dat spirituele ego hè, van... Oh ik oordeel niet en uh, ik oordeel ook nog steeds heel de dag, weet je. Maar nu is het de oefening om het waar te nemen en te zien van oh waarom heb ik zo'n sterk oordeel over deze persoon? Ja. Oké, okay, laat me hier even dieper naar kijken. En waar doe ik dat zelf? En wat zegt dat over mij? En waar welke wond ligt hieronder voor mij om te zien? Weet je wel? En ja. zo gebruik je die relaties en de dingen die je ziet uh, om dichter bij jezelf te komen in plaats van alleen maar verder weg uh, te gaan. Ja. Ik ga je ja. even twee vragen stellen, hè? want um, zijn er zijn mensen die denken: ja, hoe kan zij dat nou allemaal mooi vertellen? Nou, jij geeft hier ook lezing over. <laughs> Een paar dagen terug stond je zelfs bij Miracles in Contact, hè? dat was niet je eerste keer. Klopt. Op uh, Sinterklaasdag, 5 december, stond jij uh, daar, die lezing staat, ja, die zal misschien nu als dit online komt ook online staan, ja, denk ik. Ik denk het wel. Ja. En wil jij voor mij even op die bovenste knop drukken daar? Want the light has not okay. yet come. Ik vind toch dat we <laughs> nog wat extra. <laughs> <laughs> ja, dat kan gewoon. En draai je mij helemaal open, kijk. Ja? ja, ik vind dat we deze ja. er nog even, net even wat meer... Ja. Maar neem ons even mee terug. Okay. Dat, dat boek, hè, Cursus dat boek, in Wonderen. Hij Cursus ligt in wonderen. Hier. Het is, uh, Jan van Delden noemt het een, on boek. een onmogelijk boek zelfs. Het is, <laughs> het is inderdaad... Ik heb hier jarenlang omheen gedanst. <laughs> en, en iedere keer probeer ik het weg te geven. En dan komt het vanzelf weer bij me terug. Dus oh. het is duidelijk dat ik hier iets mee moet. Maar jij was een jaartje of twintig... En toen ontdekte je dit boek. Ja. En dat is zo'n mooie anekdote. Wil je ons die nog eens, uh, of wil je die aan ons vertellen, hoe, hoe dat boek op jouw pad kwam? Ja, um, dat was via het boek van Marion Williamson, Return to Love. En Marion hmm. Williamson die, die vertelt in dat boek over de cursus in Wonderen. Um, en grappig dat daarvoor eigenlijk nog, um, las ik de boeken van Dan opnieuw Walsh ongewoon gesprek met God. Ja. En dat was de eerste keer dat ik dat ik eigenlijk die termen van God en dat 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 binnen kon komen zonder een hele grote allergie, want ik ja. was vroeger echt heel allergisch voor die termen. Ja, waarom? Weet je er ja, thuis mee om de oren geslagen? Nee, helemaal niet. Maar ik, ik had wel altijd dat beeld van ja, heel religieus en, en dat, dat, daar wilde ik me totaal niet mee associëren. zeker nee, niet de, als 20 Ja, en cool. de dingen die gebeurden in religie, dat vond oh, ja. ik ook allemaal maar eng. En um, ja, gewoon vooral de associaties die ik ermee had, was vooral een beetje heel luguber en uh, niet echt heel liefdevol en fijn. Ja, maar zoals zoveel dat hebben. Oorlog en ja. uh, nou, uh, pedofilie en al dat soort dingen. Dat ik ja. dacht van, uch, nee, daar wil ik niks van weten. En ja, liefde, het universum, moeder aarde. Ik bad uh, toen ik klein was, bid ik altijd tot uh, moeder aarde. En dan bedankte ik moeder aarde voor de dag. En uh, dat voelde heel veilig, heel fijn. En toen kwam dat boek van Dan het Nieuw Walsje uh, op mijn pad. En ik weet nog dat ook heel grote letters op de kaft. Uh, God, een ongewoon gesprek met God, groot, heel groot. Ja. En toen woonde ik net in Rotterdam um, en ik las dat boek ook echt met een magazine eromheen. Oh, dat niemand <laughs> het zag. echt ja, uit ja, angst, want ja. dat mensen uh, zagen, van, zouden denken van, oh, dat is zo'n uh, religieus christelijk meisje of ja. zo. Uh, maar goed, via Dan op Nieuw-Wals kwam ik bij Marion Williamson. Hij had ook het voorwoord geschreven, dus het was echt alsof hij zo me aan de hand nam. Van oké, okay, nu ben je klaar met mijn boek, ga maar naar Marion. En uh, ja, het was gewoon in één klap. Uh, liefde, toen ik uh, in haar boek uh, quotes las van de cursus in Wonderen, ik voelde gewoon echt heel mijn lijf tintelen en energie en stromen. En ik dacht ik, dat, waar die quotes vandaan uh, komen, dat, uh, dat moet ik lezen. Want je zat toen een beetje in een, een penibele liefdessituatie, hè? Dus je had, je zocht ook naar steun, comfort en troost, denk ik. Of... Ah, ja, jij bent nou dat verhaal op zich. Ja, ja, ja. Ja, dat is inderdaad... Nou, en vooral dat je het ging Helene in de piep. Ja. klopt. Ja. Ja. ja, nee, dus ik... Um, na het boek van uh, Marion Williamson uh, inderdaad, ging ik terug naar de beep En daar um, waren twee kopieën in het Nederlands. Dus ik had al echt gelijk toen ik dat dikke blauwe boek uh, zag. Deze lijkt wel heel erg dik. Ja, er zit ook een handboek voor <laughs> leraren. Zit, die... zit, zit er nog bij. Ja, en. Ja. Um, ja, ik weet echt nog dat ik het zo uit de kast pakte en tegen me aandrukte. En echt aan het, aan het knuffelen was met dat boek. Dat ik gewoon echt ik voelde: van dit gaat mijn leven veranderen. En Hoe toen kan ik, dat nou? Het is toch maar een boek? Ja, ik weet niet. Ik had gewoon dat gevoel. Het voelde echt zo magisch ja? of zo. En, en tot die tijd, weet je, ik was op mijn achttiende naar Rotterdam verhuisd. En was voor mij echt alle. Wat voor workshop. Maar in spiritualiteit en intuïtieve ontwikkeling. Waar ik maar mijn handen ja? had. Weet je, ik ging liever een spiritueel boek kopen dan boodschappen doen, okay. weet je, dat dus ik was echt alles en... de beroemde zoektocht, dat ja, kennen ja, echt, we allemaal. Die, ja. We, ja, die kennen we. Maar zo kan... vroeg al, je was twintig, 21. Ja, ja. dan zijn we een maand al bezig met ik moet die dure schoenen en ik moet die gave ja. auto en ik moet. Had je dat allemaal al of interesseerde je dat niks? Nee, ja, ik weet wel nog dat op, de, op mijn vijftiende dat ik de Secret las en dat ik wel even... Op je vijftiende al? Ja, dus ja, toen dat was 2005, 2006, ja. ja. toen kwam de Secret net uit en um, toen had ik wel even dat moment van mijn um, moodboard maken met mijn Lamborghini ja, en zo ja. erop. En ja. even dat... Uh, um, maar ja... Ja, het ging eigenlijk al, al, gauw al wel diep. En mijn moeder, die is ook wel altijd met spiritualiteit bezig geweest. Dus cool. die had me ook wel leren mediteren. En, Zo jong al? Um, ja, dus en ik, ik, ja, ik weet niet. Ik heb altijd, ik weet ook nog dat ik echt heel klein was en echt al van dat soort vragen had. En heel erg van de, in de natuur. Um, ben jij dan een oude ziel in een jong lichaam? Ja, ik denk het wel. En ik, ik moet gelijk denken aan uh, zo'n grappige... Dit was een keer bij, bij Miracles in Contact. Er was iemand die zei... Want dat kan natuurlijk ook weer zo, dat spirituele ego's zijn. Hè? Van, ik ben een oude ziel. Ja. En toen zei een man heel grappig van... Ja, ik ben een oude ziel. What took me so long? Weet je wel? Wat... Wow. <laughs> en, en dat heb ik ook zo wel een beetje... Denk ik zo dit hele leven. Dat ik ook denk van ja, maar... Het mag ook wel even opschieten of zo. Ja? Dus ik, ik, ja, ik, ik weet natuurlijk niet wat voor levens ik allemaal heb gehad... waarin ik... Uh, Hier ook mee bezig was. Ja of, ja, of heel lang niet mee bezig was. Oh, dat en dat nog. ik nu wel dacht van oké... Okay, Let's go for it. Enough with the, with the, with the craziness. With the crap. <laughs> Heeft het ook met je roots te maken? Want je bent <laughs> oorspronkelijk... Uh, wat, je hebt bepaald, bepaalde... Hoe ja, mag ik dat tegenwoordig nog zeggen? Afkomst, <laughs> net, dat mag al niet meer. Uh, uh, ja, Laat het bij roots houden. Persisch bloed? Klopt. Mijn moeder is uh, Persisch en mijn vader die is Nederlands. Oké, okay, maar yeah. Persie bestaat niet meer. Welk land dan? Uh, Iraans, ja. Yeah. Oké. Okay. Yeah. In, in Nederland ben je gewoon geboren? Ja, yeah, in Arnhem. In Arnhem, kom ik nog ja. wel eens. Ben je in Iran geweest nog recent? Ik ben er niet geweest. Nee, Nooit nog meer. helemaal niet. Nee. nee, mijn moeder heeft een. Hele andere relatie, want die is echt voor, voor de oorlog uh, weggegaan uh, om te studeren. Die had een beurs gekregen voor het conservatorium in uh, Brussel. Speelt violen. Zij speelt viool, ja. Staat ook op, op mijn nieuwe, nieuwe album. album en ook op mijn oude album. Cool. Dus dat is heel tof. Um, maar ja, dus zij heeft zo'n andere relatie um, met, met het land, omdat het zo anders was voor, voor de oorlog. Ze hoefde geen hoofddoek te dragen. Nee. Het was veel vrijer en. Nu, ja, de eerste keer dat ze terugkwam, was ze gelijk in de gevangenis gezet. Omdat ze haar verwarde voor haar zus. Die ooit een keer, uh, weet ik voor hoeveel jaar geleden. in een demonstratie meeliep. Oh ja. Weet je wel? Dus, dus maar, ja. Is het, heeft het dan met soefisme te maken, misschien nog? Want dat is ook een stroming die in Iran uh, onder de radar. Klopt. Toch? Ja, mijn moeder is, is zelf niet uh, soefist. Wel een hele grote liefhebber van Hafes en Rumi. Rumi ja. Dus er stond wel altijd een mooi Rumi-beeldje ook bij ons in huis. En dat is wel... Uh, dat Ook in mijn nieuwe album heb ik uh, gedichten van uh, Hafes en Rumi opgenomen. Kunnen we er misschien straks nog um, een paar van voordragen. Ja. Dus, um, dus ja... Maar goed, we waren even aan het zoeken naar... Waar komt ja, nou bij jou die... Ja, niet per se uh, zo eens een zo'n nee. stroming. Maar ik denk zelf gewoon... Ja, van jongs af aan eigenlijk altijd al die interesse gehad. En zeker toen ik... Uh, 18 was en naar Rotterdam verhuisde en echt op mezelf was. Dat dan dan ging het helemaal voor mij open. Uh, reizen heeft me ook altijd heel erg geholpen. Op mijn 17 was ik voor het eerst naar Afrika gegaan. Ja en liftend en, uh, terug naar Nederland. Liftend uh, van Nederland naar Zuid-Afrika. Oh heen heen. Jezus, ja. hoe doe je dat dan? Ja. Hoe ver is dat wel niet? Er is drie vierduizend kilometer. S 24.000 ongeveer. Is zoveel? Ja. Zie, dan doe ik het nog mij, aan de kleine kant. Ja. En, maar je hebt dat niet alleen gedaan, hè? samen met andere mensen. Ja, het was met twee andere lifters en ja. een uh, camerateam die ons uh, volgde. Oké. Okay. Ja. Dat is nog voor uh, The Voice of Holland. Dat is voor ja. The Voice, ja. Er zijn zoveel leuke dingen aan jou. Maar nog <laughs> even terug naar dat, dat boek. kwam dus toen jij. Ja. Uh, je hebt oh, ja, het voor je over. verjaardag gevraagd. Ik had dus het voor mijn verjaardag gevraagd. Je werd ja. 21. Ik werd 21, ja. De mooie anekdote was inderdaad. dat ik al best wel een tijdje. Vanaf mijn 18e, volgens mij al zelfs in een best ongezonde relatie uh, zat. En heel erg in de, nou, bij zo'n verslaving aan de liefde. En heel ja, in de relatie waar, waar die jongen eigenlijk ook heel duidelijk was: van ik kan jou niet geven wat jij verdient. En, en wat je zoekt. En wat je zoekt. Nou. En um, maar toch was ja. Ik was zo ontzettend verliefd. En, en ook al deed het me constant pijn. En dat bracht me ook wel op een punt op een gegeven moment. dat ik zo zei: echt van ik wil echt weten wat echte liefde is. En toen kwam de Kirsten in Wonderen op mijn pad. En ik denk ook achteraf, nu ik zo terugkijk, van ja, dat was die roep om van, ik, ik, there has to be another way. Er moet een andere manier mogelijk ja. zijn. En die, die roep om van, oké, okay, wat is ware liefde? Is ook van, wie ben ik eigenlijk werkelijk? Wie is God eigenlijk werkelijk? Wat is ware liefde eigenlijk? En um, ja, dus de dag dat ik het boek voor mijn verjaardag kreeg, want ik heb het maanden dus uit uh, de bibliotheek uh, geleend, Geleen. Want het ja. was te duur voor ja, je. Ja, dat was te duur. was echt iets van 60 euro uh, ja. die tijd. Ik weet niet of het nu nog steeds zo duur is. Nou, 50 sowieso. Ja, het is echt uh, behoorlijk duur. En um, toen heb ik het van mijn broers en zussen voor mijn verjaardag gekregen. En het was echt als bij toverslag viel ik. Of hoe zeg je dat ineens? fell out of love. Ja, was, het was het gewoon? De betovering was verbroken. Helemaal verbroken. Ja, ja. En nooit meer teruggekomen. Dankzij dat boek. Nou ja, voor mij was het wel zo symbolisch. Van, kijk, natuurlijk alles. Weet je, het boek zelf heeft natuurlijk geen magie. Die kan dat niet zo doen. Maar en dat is natuurlijk wat er van binnen gebeurt en waar we daar um, ja, betekenis ook aan geven. Maar mm -hmm. voor mij is het wel heel mooi symbolisch om te zien van ja, dat die verliefdheid uh, en die moeilijke relatie is iets wat me bracht bij de cursus. Ja. En het was op dat moment niet meer nodig. En dat het dan echt zo bij Toverslag was verbroken. Dat het gewoon echt. Ik voelde me zo vrij. Ik kon wel dansen en juichen. Ja. Van. En dat bleef ook. Dat, dat was niet bleef. Maar, ja? ja, dat bleef. Dat was gewoon in één klap helemaal weg. Nou, dat is misschien interessant ja. voor mensen die nu liefdesverdriet hebben. <laughs> koop dit boek en je bent er vanaf. Nee, zo makkelijk <laughs> werkt het niet. Hè? Ja. Nee, maar oké. Okay. Ja, ik heb dat ook gehad. Een liefdesrelatie 2004. Die heel veel zeer deed. Want het was zo'n meisje wat mij eigenlijk meer zag als een soort vriend plus. Weet je wel, mm. vriendschap plus. Ik was verliefd op haar, zij niet echt op mij... maar ze vond mij wel handig, want ik nam haar mee op vakantie... en ik betaalde de boodschapjes, oh, oh ja, weet ja, je ja, wel. Ja. Oh, maar toen kwam ook voor mij uh, de zoektocht naar Eckhart Tolle. En, dus kunnen we eigenlijk zeggen dat zo'n toxische liefdesrelatie... gewoon weer een wegwijzer naar huis is? dat, het, dat Ja, het, dat absoluut. Het, het is geen fout of zo? Absoluut. Alle drama, alle, alles wat pijn doet... is perfect om ons op het spirituele pad te brengen. Want oh. als jij gewoon helemaal gelukkig bent... Dan ga je niet uh, nee. de kust in wonderen studeren. Nee. Dat dus het komt is, ja. is voor ongelukkige mensen. Absoluut. Ja. Ja, dat is een mooie conclusie. Ja, dat, dat, dat komt. Ik denk ook. Het hele boek is ontstaan dat Helen Shackman en Bill Thetford. Uh, Helen Schakman is de scribe van de kust in wonderen. Bill Thetford heeft alles uitgetypt op zijn typemachine. Uh, dat het is ontstaan uit hun supermoeilijke relatie. Ze hadden bijna elke dag ruzie met elkaar. En er was een dag dat Bill Thetford tegen Helen zei. Er moet toch een andere manier mogelijk zijn. En tot zijn verbazing uh, antwoordde Helen met, met ja, uh, ik ben bereid om die andere manier met jou te vinden. Ja. En vanuit die, die moeilijkheid, dus die, die strife, die struggle, is een cursus in Wonderen ontstaan. En het, en het gaat ook echt over uh, hoe kan je al je relaties gebruiken om te helen. Want de relaties zijn de beste klaslokaal om al die, wat we hadden over, die, die schuld. ...wam, wow, dat brengt het zo snel naar boven. En we kunnen wel mooi op een berg heel de dag uh, gaan mediteren. Maar dan wanneer je echt in het echte leven zit. en in relatie zit. en met je partner, met je kinderen, uh, met je ja. coworkers. Dat is de ware um, les. Dan komt het ineens ja. allemaal naar boven. En. Wat doe je er dan mee? Weet je? En vanuit de Cursus in Wonderen wordt ons geleerd uh, om dat te gebruiken om die onbewuste schuld te helen. Ja. Um, Als ja. dit online komt, is het zetten we vlak voor kerst. Mm. En dat draait natuurlijk allemaal om de verjaardag van ene Jezus Christus. <laughs> ja. En het verhaal gaat, en dit boek eigenlijk door Jezus Christus geschreven is. Ja. Via die Helen Schuckman. Heb ja. ik dat goed begrepen? Ja, dat is inderdaad. Uh, ja, Helen Shakman noemen ze de scribes. Ze staat er daarom ook niet. Uh, haar naam staat er ook niet op. Nee. Er staat geen naam op. Maar ook geen Jezus. Staat er niet geschreven Jesus. door Jezus? Nee, ja, dat zou ook een beetje gekkig zijn natuurlijk. Ja, maar... Helen Shakman was zelf uh, atheist, uh, atheïstisch. Dus ja. dat is ook wel heel erg grappig. Maar hoe hoorde die zij de stem van Jezus dan? Ja, er nou, de, de is wel een boek van uh, Ken Wapnick, uh, Absence from Felicity, waar hij daar wel meer over uh, vertelt dat het wel een proces was. Zij was sowieso uh, uh, behoorlijk helderziend of helderwetend mm -hmm. um, en op een gegeven moment oh. begon, ze die, begon ze dromen te hebben. Dus dat is wel een proces geweest en ja. ik weet er ook niet allemaal uh, het de fijne van. van. Um, ik weet wel, ja, ik <laughs> weet wel dat zij dus atheïstisch uh, uh, was en zich ook echt behoorlijk schaamde um, om dat te zeggen. Voor, om dat te zeggen, ja, absoluut. Um, maar ja, ik wist dat zelf ook totaal niet. Toen ik de cursus uh, dus uit de bibliotheek pakte, wat ik zei, er staat geen naam op. Volgens mij in die eerste versies is, staat er zelfs geen introductie. Want nu in die nieuwe versies, dan is er ook een introductie waar van dat, Hoe dit tot stand ja, is gekomen. Ja. Dus ik begon gewoon te lezen. Maar ik had zelf wel. En ik had wel al eerder wat gechanneld werk uh, gelezen van andere um, channelaars. Um. Maar op een gegeven moment kwam het bij het hoofdstuk over de kruisiging en waarin hij dus vertelt uh, wat de werkelijke boodschap was van de kruisiging ja. en dat het over de opstanding gaat en niet over de kruisiging en dat het een heel eigenlijk een les was in liefde en we zijn alleen maar liefde dus onderwijs alleen maar liefde en toen dacht ik even van hè? maar wie is deze persoon? Ja, wie is, dit dan, we het? is dit dan echt Jezus? En ja, of je dat nou wilt geloven of niet, maakt ook totaal niet uit voor de lessen nee. die erin staan. Maar ik zie zelf nu, ja, Jezus, net als Boeddha, net als uh, nou, nu in het uh, dagelijkse huidige tijd, uh, Eckhart Tolle of uh, Barry mm, Katie, die wakker zijn geworden. Ja. En um, ja, Jezus was gewoon een hele en nog steeds een hele grote meester. Die inzag dat, dat de wereld een matrix, een illusie is. Um, en ik denk dat, dat wij er nu klaar voor waren om wat hij werkelijk onderwees, uh, om dat in ons te nemen. En toen nog niet, weet je, yeah. ze hebben hem gekruisigd en waren bang voor hem, ook al deelde hij alleen maar liefde. Ja, soms is dat um, gewoon te too much hè, voor mensen. Yeah. Dat herkennen <laughs> we allemaal. Ik bedoel, uh, ja, dat is eng. Maar we yeah. uh, moeten misschien het verschil maken, ook Jezus zien wij dan als een soort persoon. Maar het is, is het eigenlijk dan het Christusbewustzijn, het, het, wat hij vertegenwoordigt, wat door hem heen kwam? Moeten we het dan zo zien of, of zie jij Jezus echt als een speciaal poppetje wat we moeten vereren, zoals nee, nu met kerst? Nee, totaal niet. En ik denk ook niet eens dat hij, dat hij nu met kerst echt was geboren, als je het echt zo wil doen. Nou ja, volgens mij klopt dat ja. toch allemaal niet. Nou, het is wel het feest maar... van het licht. Hè? Ik vind het, het zit, de symboliek achter kerst, kun ja. je daar dan wat mee? Dat is op zich wel, ja. we handelen het licht in huis. Ja. Hè? We zijn ja. lief voor elkaar. Er lijkt ook een soort vrede te heersen met kerst. Ja. Hè? Kun je daar wat mee voor mij, ja, ik, ik ben totaal niet religieus uh, opgevoed. Dus ik heb niet per se van. Voor mij is Kerst echt gewoon een tijd om nee. met mijn familie te zijn. Ik ook hou geen van Heilige mijn Avond uh, vanavond, vrijdagavond? Als dit online komt? Nee, totaal niet. Nee. nee, dus mijn enige. Nou ja, mijn album die komt 21 december uit. En is dus net, net, net dat, uit. Dat is dus het moment um, dat de winter begint. En dat is oh, ook. Ja. Dat is ook een Iraans, uh, Iraanse feestdag. Ja, wacht, en... dat weet ik. Jullie vieren de langste nacht. Precies. Wij, wij ja. zitten over de kortste dag te zeuren, maar in Iran wordt de langste dag gevierd. Ja, de langste nacht. Langste ja. nacht, ja. Yabesh heet dat. En ja. dat is, daar wordt de uh, return of the light, dus de, de terugkeer van ah. het licht, wordt gevierd. Dus ook nog een symboliek. En dus daar heb ik wel echt die, die band mee, dat ik heel mooi vind. En dan uh, traditioneel steken we dan veel kaarsen aan en lezen we uh, gedichten van Hafez... Gedichten die ook hierin staan, dat zijn nou ja, HVS, net als Rumi. Dat waren gewoon puur non-dualistische ja. meesters. En prachtige um, gedichten die hebben die geschreven. Het wordt niet voor niks nu, jaren later, nog steeds uitgebracht. Hè? Ja, Vind precies. jij die vertalingen trouwens wel goed? Want dat lijkt me lastig om een... Om zo'n gedicht van Hafes en, ja. en, en, en uh, Rumi te vertalen. Want ja. je moet wel weten wat hij bedoelt, Klopt. natuurlijk. Ja, ik weet het. ik kan zelf niet zo goed Farsi uh, schrijven of uh, spreken en lezen Dus ik weet eigenlijk, kan, ik ken het niet in de originele maar. taal. Ik weet wel dat mijn naam veel in, uh, in de gedichten. Ja, maar wat betekent dat dan Mijn naam betekent innerlijke stem. Net daar. Hè? Ja, en dat wordt wel veel ook uh, in gedichten gebruikt. Um, maar ja, dus. dus ja, teruggaan op de op, uh, op Jesus guy. Yeah. Dat, dat zeg je niet zoveel. Ja, hele voor case. mij, ik zie hem nu. Weet je, ik ben er totaal niet mee opgegroeid. Dus ik heb sowieso niet dat beeld van Oh, Jezus ja. de heilige. Of hij wil meer. Maar nu, door een cursus in wonderen, uh, ben ik gewoon heel erg dankbaar uh, voor zijn lessen. Dus ik zie hem meer als een soort Big Brother. Uh, van oké, okay, hij was hier in de vorm. Uh, ook net als ik, een mens die door zijn lessen heen moest gaan en, en de wereld heeft doorzien en uh, is wakker geworden. En ik zie de cursus in Wonderen echt als een praktisch handboek van hoe word je nou wakker? En hoe kan je alles uh, hier gebruiken uh, om weer terug te keren naar de plek waar we nooit van zijn weg geweest? Ja. Zeg maar. Je allemaal heet natuurlijk ja. niet voor niks. Remember your dreaming. Ja. Is dit dan een droom waar jij en ik. Nu in zitten. Lijkt dit alleen maar echt te zijn, Neda? Ja, want dat, als ik dat zo die titel, remember your dreaming. Oké, okay, dan moet ik me dus zelfs aan herinneren. Ik zit hier in een droom of moet ik ja. het anders zien? Ja, yeah, Remember your dreaming. Het is inderdaad die um, reminder van oké, okay, in werkelijkheid zijn we niet in dit lichaam of zijn we geen lichaam, um, is de wereld inderdaad een projectie van onze mind. En je kan het een droom noemen. Hoe um. noem jij het? Ja, ik zou het ook wel een droom noemen. Het is, het is niet dat ik heel de dag uh, ga zeggen tegen mensen. of als iemand uh, net iets heel ergs uh, heeft meegemaakt. Uh, hey, remember your dreaming. Het yeah. is <laughs> allemaal niet zo erg. T-shirts. Yeah. Koffiemokken. <laughs> ja. um, maar mij helpt het wel heel vaak om weer te herinneren. van oké, okay, om elke keer weer terug te schakelen. wanneer ik het zo echt maak. en echt zo in de droom zit. Yeah. Hè? En uh, er komt binnenkort weer een nieuwe Matrix uit. Daar ben ik ja, heel erg uh, ik ook, enthousiast ja. over. En dat is natuurlijk zo'n fantastische film. Uh, waar, dat gaat over. Dat gaat erover. Weet je, over die Matrix, die droom, waarin het allemaal zo echt lijkt. Ja. Maar in feite, en oké, okay, in de Matrix-film ziet dat er dan heel echt uit, heel eng uit waar ze dan werkelijk zijn. Maar mm -hmm. vanuit de cursus gezien, um, die zegt: van Oké, okay, weet je, de, de, de wereld is een, is een droom. En. en er wordt ons gevraagd om wakker te worden. Weet je, we zijn, we zijn nog steeds thuis. We zijn nooit weg geweest. En um, ja, totdat we werkelijk accepteren dat we niet schuldig zijn en gewoon in, in werkelijkheid liefde zijn, dan um, zullen we hier nog onze lessen hebben en onze dingen doen. Uh, dus de Cursus in Wonderen zegt ook van verlichting is niet echt een verandering. Het is gewoon een herkenning. Het is een herkenning van wie je werkelijk bent. En wanneer je dat kan accepteren. Um, ja, een, een van de nummers gebruikt ook een, um, een Cursus in Wonderen quote, die zegt... Uh, Those who seek the light are merely covering their eyes. Dus zij die het licht zoeken, die uh, hebben gewoon hun ogen dicht. Weet je wat, het licht, het licht is er al. En dat is continu eigenlijk de teaching van, van de cursus, van oké, okay, remember you're dreaming... Je, je bent al wakker, je bent al verlicht, weet je? je bent al pure liefde. Uh, en daarom ook weet je, die vraag wat je in het begin stelde, van, ben je nu een nieuwe Neda? Ja, je komt gewoon steeds dichter bij jezelf. Was, weet je, de, die, dat metafoor van een ui wordt ook vaak gebruikt, oh ja. toch? Dat je steeds, nou, steeds weer een laagje afpelt. Ja. Maar um, wat blijft er dan over op het laatst, Neda? Ja, wat blijft er over? Ik denk niet dat je dat echt in woorden kan zeggen. Want woorden maken natuurlijk ook deel uit van de dualiteit. En van de illusie. Van hetgeen wat we, wat we niet werkelijk uh, zijn. Dus ja, ik kan wel zeggen dan liefde of licht. Of nou ja, wat voor woorden Vrede. je daar geeft Vrede. Ben ik God zelf? Eenheid. God? Uh, ik zou niet zeggen dat je God zelf bent. Nee? Wel deel van God. Okay. Dus ik zie God wel... Um, het zou als... zo lekker zijn dat ik kan zeggen dat ik God ben. <laughs> ja, ik denk dat, dat dat is, nou ja, hoe, hoe, hoe de cursus het uitlegt. Um, is, is dat precies het ding van het ego? van Oké, okay, ik wil God zijn. Ja, ik, en ik wil voor God spelen precies. hier. Precies. Ik wil de grootste zijn <laughs> precies, op aarde. Ik wil groot zijn en ja. I want to be in control. Um, en waar ook onze hele identiteit of onze autoriteitsproblemen uh, vandaan komen, dat het eigenlijk allemaal daar naartoe is. Uh, van waar naartoe? Ik, nou ja, naar ik wil God zijn en ik wil op de ja. troon zitten, zeg maar. Ik wil voor God spelen hier. Precies. Dus ik wil het ja. voor het zeggen hebben, ik Precies. wil uh, alle rijkdom, ik wil vrede, ik wil aanzien. Ja. Allemaal ego-dingetjes. Ja, en dat mag ook allemaal. Er is ook niks ergs uh, mee, denk ik, om dat te, uh, te, te dat te voelen of te willen. En ik denk, uiteindelijk uh, kom je op een punt dat je denkt: nou, het enige wat ik gewoon wil is in vrede zijn. Ja. Jij doet ook wel eens een oefening met gevangenen, vertelde je, hè? laat je ze kiezen tussen. Kun je dat nog eens vertellen? laat je ze kiezen voor: nou, je kan stinkend rijk zijn, oh, ja. maar wel iedere dag ongelukkig wakker worden. Of je hebt geen ene rotzend, maar je wordt iedere dag wel blij en niks kan je storen. Waar zou je voor kiezen? Precies. Kiezen er dan echt nog mensen voor om stinkend rijk te zijn en iedere dag ongelukkig ja, wakker te worden? Absoluut. Echt? Elke keer, omdat ook al zeg ik echt, ik maak het zo duidelijk: van wat je ook doet met je geld, je blijft ongelukkig. ongelukkig. Dat geloven ze niet. Dan zeggen ze: nee, dat kan niet. Uh, geld, dat, ik kan daar wel iets mee doen en diegene, die andere, alsof het al echt is gebeurd, ja. die anderen die hebben het gewoon niet goed gedaan en oh, denk, ja. ik ga het wel goed ik doen. Ik ga voor de uh, Of, weet je dan kan ik het geld aan mijn familie geven, dan zijn zij in ieder geval wel oh, gelukkig. Weet ja. je wel, dat is dus toch nog dat idee, ja, dat is gewoon heel typisch uh, wat, wat het ego ons altijd probeert uh, te doen, geloven dat er iets buiten ons is. Wat ons geluk kan geven. Ja, en dat is niet zo. Nou ja, dat is al echt als zo'n carrot uh, in front of the donkey. Weet je, je blijft maar lopen en dan komt altijd weer iets nieuws. Dus misschien zijn we wel heel even. Hebben we even die itch-soort van gejeukt en dan voel je even. Oh, maar nu ben het ik er. De ego komt altijd weer met iets nieuws. Ja, maar oh, nog een nieuwe auto. Of ja, ja toch houdt een niet uh, op. Even een grote, een mooie vrouw. En dan heb je die vrouw, uh, maar even dit. En, uh. Het is een bodemloze put, hè? Daar kun je Precies. alles in blijven gooien. Het vult nooit. Precies. Jij zei over ja. het ego. Als ik niet in vrede ben, moet het wel zo zijn dat ik voor het ego gekozen heb. Ja. Gaat dat 100% 24 uur per dag, 7 dagen per week op? Ja, absoluut. Ja. ja. Dus dat en dat gelukkig maar, want anders dan zou het ook helemaal niet meer kloppen als het als dat. Wat zou niet kloppen? Nou ja, als het als als ik me af en toe niet goed voel uh, en dat dat dan betekent dat ik uh, onder leiding van de spirit naar de dingen kijk, dat zou heel gek zijn. Ja. Dus ik ben blij dat het zo zwart-wit is. is. Je zei het ook in ons vorige ja. Nederlandse interview. Ja. Als, je, als je je rot voelt, heb je het ego aan de lijn. Ja, ja het is, er is een hele mooie uh, quote van een cursus die zegt... Van, I must have decided wrongly because I'm not at peace. Ik moet wel verkeerd he gekozen hebben, want ik ben niet in vrede. Dus dat is altijd even die wake-up call van oh, wacht even. En en soms. Uh, nou ja, mensen die er nog helemaal hier niet mee bezig zijn, komen hier misschien na echt zo'n hele diepe dark night of the soul, dat ze denken, oh shit, er moet toch iets anders zijn, maar ik merk dat hoe meer je het oefent, hoe sneller soms in een seconde dat je al merkt van, oh wacht even, ik zit, ik zit in onder leiding van het ego naar deze droom te kijken, ja. als je gewoon deze droom als een film ziet en je ziet jezelf in de bioscoopzaal zitten en er gebeuren gewoon allemaal dingen op het scherm. Nou, je kan naar de ene stem luisteren die vertelt wat daar gebeurt, die zegt, nou pik je dat! Kijk eens wat hij doet, jongen. Dat pik je toch niet? Ja. En als je daarna luistert, dan ga je niet echt chill voelen met wat je ziet op het scherm. Absoluut. En de spirit die heeft altijd een andere in interpretatie. En die, zot, die ziet eigenlijk altijd alleen maar vergevingskansen en al, ja. alles alleen maar als, als liefde. Dus het is het, ja, die uitnodiging is er altijd. Dat wanneer je niet goed voelt, is het altijd een uitnodiging van: Oké, okay, dit is een vergevingskans. Kies je voor angst of kies je voor liefde? Precies. En dat kan soms moeilijk zijn. Uh, en Het is echt zo belangrijk om te blijven voelen, en daarom ben ik ook heel erg met mijn stembevrijding uh, sessies bezig, waar we echt de stem gebruiken om echt te voelen en dingen uh, er te mogen laten zijn en te laten klinken en het over te geven. Want dat is weer een valkuil om dan alles te onderdrukken en te zeggen: oh, het is allemaal maar een droom en het is een illusie ik en hoef niet alles te is liefde. Ja. Maar dat is eigenlijk ook weer gewoon een, uh, een techniek van het ego om niet naar binnen te keren. Hoe stembevrijding? ik moet dan denken? Gaan we dan samen naar het bos en gaan we daar kraak daar kaart staan schreeuwen of wat doen we? Ademhalen of ja, gaan nee. we oh, wat gaan we doen? Mag, mag allemaal. Ja. Uh, maar stembevrijding is een manier om je stem te gebruiken uh, om echt bij diepe, onbewuste vooral blokkades uh, en trauma's te komen en om die via je stem um, te laten klinken en daarmee. Um, ja, Ervaren heel veel mensen uh, echt heel veel verlichting en dat ze het echt kunnen loslaten en overgeven door er met de stem zo naartoe te gaan? Heb je daar cursussen van of zo? Um, ik heb daar zelf een opleiding in Amsterdam uh, voor gevolgd, uh. Uh, bij Jan een tweejarige opleiding. Heb er toen heel lang niks mee gedaan, omdat ik het eigenlijk echt voor mezelf deed, omdat ik zelf gewoon vrijer op het podium wilde staan. Uh, maar toen een aantal jaar geleden, toen kwam David Hafmeister, die jij ook hebt geïnterviewd, een uh, cursus in wonderen leraar, die gaf een maandlange een retraite in Amerika, in Utah. En ik las daarover en ik wist gewoon meteen, ik moet daar stembevrijdingssessies gaan geven. En ik uh, appte hem daarover en hij zei ook gelijk van ja yeah, I feel it, come on over. Hij stuurde een ticket en dat was eigenlijk de eerste keer dat ik uh, op die manier zeg maar zelf die stembevrijdingssessies gaf. En ze waren ook nog eens een documentaire aan het filmen wat ik helemaal niet wist. Uiteindelijk is die stembevrijding echt een heel groot onderdeel geworden van die documentaire. Hoe kunnen we die ergens zien? Hele mooie. Uh, uh, film documentaire het heet take me home mijn uh, nummer take me home uh, is daar ook de soundtrack van mm -hmm. um, staat op youtube dat staat niet op youtube je kan het kopen als een soort retraite online retraite vorm um, maar jouw nummer take me home denk ik wel ja yeah, mijn nummer ja. take me home wel um, en docu is dus te koop gaan we googlen ja yeah, take me home en ja, toen begon ik eigenlijk te zien uh, hoe ontzettend behulpzaam die stem kan zijn om te doen wat de cursus in Wonderen ons onderwijst. Om, om echt naar binnen te gaan, want dat vinden ze... Ik... Veel mensen is soms lastig van, ja, maar hoe ga ik dan naar binnen? En hoe ja. voel ik dan? En hoe kom ik in contact met mijn gevoel? Uh, want, want ja, het ego wil natuurlijk niet dat we naar binnen gaan. Die, die, die zegt van, nee, als je naar binnen gaat, kom je al die schuld tegen. Dat is een kamer vol met slangen. Ja. En, en de spirit zegt eigenlijk van, ja, laten we samen gaan... en zien dat het alleen maar touwen zijn en geen enge slangen. Ah. Weet dus het je ego, ego gebruikt eigenlijk, Eckhart Tolle noemt dat het pijnlichaam... gebruikt eigenlijk die schuld om jou gevangen te houden, een soort van ja. hier. Ja en en maar naar buiten richten, want eigenlijk nog een nog een engere vraag voor het ego is wat als je wel naar binnen gaat en ziet dat er helemaal niks engs is. Ja want dan ja dat is, het doek gaat omhoog en het engel staat daar zo in zijn naakie van ah weet je ja, oh shit ze weet hebben jou. me door ze hebben me door precies ja. en um, ja ik merk gewoon steeds dat, dat muziek en de stem een heel krachtig middel is om uh, wel naar binnen te gaan en je komt zo snel bij je onderbewustzijn... On Um, en ja, ik geef daar nu elke maand uh, gratis online sessies in, online, okay. uh, via Zoom. Dus daar kunnen mensen zich uh, voor opgeven via mijn website neda elke Boyne. derde zondag. Elke derde zondag van ja, de maand? Ja, van de maand. nedaboin.com Ja, nedaboin.com uh, kunnen ze onder events kijken. En ik heb inmiddels ook een stemmenvereniging programma uh, zelf gemaakt, een cursus, okay. waar ik mensen stap voor stap leer van hoe... Kom je nou in contact um, ja, met je emoties door middel van je stem? En hoe gebruik je ja, die stembevrijding om echt um, ja, jezelf gewoon te bevrijden... van binnenuit door middel van oh. je stem? Interessant. Um, Jij ja. zei ergens dat je hier onschuld komt onderwijzen. <laughs> en um, en ja. leren eigenlijk vooral. Leren? Ja. Jezelf leren? Nou ja, dat, want ik, had het, ik zei dat in, in, in context met de gevangenisjongeren... En, ja, zij leren mij dat ook. Weet Het gaat wel. twee kanten en, op. Absoluut. Want de cursus in wonderen onderwijst ook van... Wat ik, wat, weet je, wat ik in jou zie, zie ik in mezelf. En wat ik onderwijs, versterk ik in mezelf. Weet je wel? Dus ja. ook als ik een topic moet uitzoeken voor mijn lezing of zo... Ik zoek altijd een topic wat ik zelf wil leren. Want ja. <laughs> dan denk ik altijd... Ja, ik wil... Versterken um, dat ik onschuldig ben. En dat, dat, en dat was ik dat liefde ook de ben. topic van uh, Miracles and Contact afgelopen? Ja, nou, de topic was uh, vergeving. Dus we hadden het over, uh, over vergeving. En dat is ja, ook het centrale thema van een Cursus in Wonderen. Um, wat inderdaad uiteindelijk leidt, waar vergeving vanuit een Cursus in Wonderen is, is, is eigenlijk accepteren dat je onschuldig bent, dat ja. je liefde bent. Ik begreep ja. ook dat, uh, dat vond ik zo mooi om te horen, dat de gevangenen in Amerika <laughs> kunnen bij de Foundation for Inner Peace... gewoon een gratis ja. exemplaar van een cursus in wonderen bestellen. En die krijgen ze dan in de gevangenis opgestuurd. Ja. Geldt dat ook voor Nederland, weet jij dat? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou wel mooi zijn, Nee, hè? dat maar weet ik niet. Dit leert die mensen dus die levenslang in de gevangenis zitten... dat ze eigenlijk vrij kunnen zijn ondanks de wereldse omstandigheden. Precies. Ja, je kan nu al vrij zijn. Ik heb een paar jaar geleden in St. Quentin in San Francisco een concert gegeven... Uh, hele grote, een van de oudste gevangenis... Waar Johnny Cash ook nog een uh, concert hij ja. heeft. Een live album daar opgenomen. Ja, Boy En named Sue. Uh, daar kwam iedereen inderdaad met hun cursus in hondenboek naar mijn concert toe. En dat is echt gewoon fantastisch om te zien hoe zij dat echt gebruiken. Inderdaad, weet je, wanneer je levenslang zit. Oké, okay, wat ga je nog doen? Er was ook een man die zei. Ik heb heel mijn leven alles buiten mezelf gezocht. Weet je wel? Ik dacht, ja, ik, ik zoek het in, in dure auto's, ja. in geld, in drugs, in vrouwen. seks, in vrouwen. Ja. Uh, hij zei ja, toen kwam ik levenslang te zitten. Ik kon niet meer naar buiten. De enige plek waar ik naartoe kon, was naar binnen, in ja. mezelf. En hij zei: Daar heb ik het gevonden. Met fonkelende ogen. Weet ja. je wel? Dus ja, absoluut. Maar dat Zij zijn uh, mijn leraren. Absoluut. Ik vind het ja. ook zo mooi. Hè? Jij noemde ergens een aantal sprookjes. Vind je het goed als we die eens even samen doornemen? Zeker. Wat, wat kunnen wij leren van de prinses op de erd? De prinses op de aarde, heb ik die genoemd? Ja. ja je had het erover, je kan er. nog zoveel matras stapelen. Ja. Je blijft die aarde voelen. Ja, ik denk dat dat, dat is heel mooi symbolisch is voor, voor hè, wat, het, wat het ego ons continu, continu aanbiedt. Die zegt altijd van, hè, dat, die, die wil die, die onbewuste schuld. Continu toedekken. Dat zie je ook heel erg in relaties. Hè? Als je echt een wat de in wonder, een speciale liefde relatie, uh, uh, hebt. Nou ja, dan mijn partner is verantwoordelijkheid uh, verantwoordelijk uh, om mij geliefd te laten voelen. Ja. En, en mijn partner uh, moet ja precies zo uh, doen dat ik mij niet onwaardig voel. En als hij dat even wel doet, oop, snel weer even goed maken. Ja. Um, ja, en als het niet in een relatie is, dan is het wel in de wereld. Hè? Sommigen vinden heel erg die bevrediging in hun carrière, in geld of uh, in misschien de schoonheid of wat, wat het dan ook is. Uh, maar onder al dat zit nog steeds die, die ert, die overtuiging in schuld. En dat, dat gaat niet weg um, door dat toe te dekken, dat gaat alleen maar weg door er naartoe te gaan. En te zien dat het in werkelijkheid nergens over gaat. Dat, wat, dat voorbeeld net wat ik zei met, met die slangen en, en dat touw... dat vind ik altijd een mooi voorbeeld. En ik heb ook in mijn eerste single komt dat... Shadows and Snakes, uh, gebruik ik dat uh, metafoor ook. Uh, zolang we nog denken dat daar enge slangen zijn... Uh, gaan we ervan weg en rennen we weg. En de spirit die nodigt ons eigenlijk elke keer uit... van nee, maar wees niet bang om te kijken laten we samen gaan, weet je, ja. want die transformatie kan niet uh, plaatsvinden. Ik kan, ik kan niks voor jou vervangen of wegschijnen als je het verborgen houdt. Mm. Dus dat is eigenlijk die ert. Van je kan het wel. Je kan er duizend uh, matrassen op stapelen, maar de spirit vraagt juist: haal die erten er nou uit en geef maar mij, ja. want het is niet werkelijk. We Gaan samen kijken of die ja. er wel is. Precies, maar zolang je hem verbergt, geloof jij wel dat het werkelijk ja, en dan is. En dan voelt het ook zo. Ja. Wat kunnen wij leren van Hans en Grietje? Nee, Hans en Grietje. Wat kunnen we leren van Hans en Grietje? Die vraag Wat heeft je vast wel niemand gesteld wel. deze week. Wie? Nee, dat is een nieuwe. <laughs> nou, ik moet gelijk denken. Ik moet weer even denken, waar gaat Hans en Grietje ook weer over? Maar nou, die zijn van um, huis. Ja, precies. Dus ze, 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 ze zijn hun weg weer terug naar huis aan het zoeken. Um, maar ze hebben. Ze hebben wel, uh, uh, maar ja, dat werd opgegeten, toch? Ja, die broodkramels die lieten ze achter, Zodat ja. dus ze in ieder geval de weg naar huis terug konden vinden. Dus, maar die broodkramels waren op een gegeven moment weg. Ja. Maar hoe kunnen we dat in welke metafoor kunnen we dat dan zien? Wie eet die broodkramels dan op de wereld? <laughs> ja, mooie leuke vraag. Um, ik denk, hmm, hoe zou ik het kunnen zien? Ja, ze zoeken een weg naar huis en. Ik denk dat in het begin. Nou ja, ik denk dat de film uh, Groundhog Day is een goede. Die ja. ken je vast. En dat is eigenlijk een super spirituele film. En dat gaat over. Dat is gewoon een Looper-movie. Er zijn wel meer Looper-movies. Hij uh, beleeft iedere dag hetzelfde. Iedere dag hetzelfde. En denkt, hoe kan dat nou? Um, en. Je, je ziet dat hij dan door die fases heen gaat. Hè, waar we eigenlijk allemaal uh, doorheen gaan. Over nou ja, som, sommige mensen in één leven uh, zie, je dat, zie je dat hele patroon al. Ja. Hè? En um, ja, waarin we eerst. De, dat geluk proberen te vinden in de wereld. Hè? Die carrière maken en het is allemaal daar. Nou, dan komt de, de depressie van zelfmoord uh, moet plegen en het allemaal niks uh, goed. Ja. En dan komt, weet je, die Dark Night of the Soul. Dan is hij die transformatie van hé, hey, er moet toch een andere manier mogelijk zijn. En dan is het vaak, ja, dat het gewoon wat, wat lichter wordt. En dat mensen hun pad terug naar huis vinden en ja misschien dat we zo die kruimels die die weg zijn weg, weggehaald uh, zijn kunnen zien als van nou ja in in het begin um, zijn we ook nog helemaal niet geïnteresseerd om die weg terug naar huis uh, te zoeken je moet daar ook uh, klaar voor zijn de cursus in wonder is ook totaal niet iets dat je nou deur langs deur gaat en mensen gaat te verkondigen van ja nee. moeten de cursus in wonderen gaan lezen als mensen wel uh, met de bijbel doen uh, dat komt op je pad wanneer je er, er klaar voor bent. Uh. Jij loopt dit niet te prediken de hele dag door? Nee, ik denk als iemand mij uh, vragen erover stelt, jij stelt me de vragen over, dan vind ik het leuk om ja. erover te vertellen. En als er iemand echt naar me toe komt: hé, uh, hey, weet je wel, uh, hoe zie jij dit? Of ik, uh, ik zie je soms hierover praten, kan je me daar meer over vertellen? Dan wil ik dat best vertellen. Maar ja, de Cursus in Wonderen die, die gaat ook over dat er maar één van ons hier is en dat de ander is. is het maak deel uit van jou. Dus het, heel die gedachte: ook van oh, zij zijn er nog niet. Of ja, weet je wel, ik ben verder. Dan. Of laatst stuurde iemand me een mail bijvoorbeeld na mijn stembevrijding uh, sessie. En die zei zoiets: van ja, het was zo mooi. En ik was helemaal in deze dimensie. En ik stuurde liefde naar mijn ex. Maar ik zag dat haar ego er nog niet klaar voor was om het te ontvangen. Of nou ja, zoiets. Um, en toen dacht ik ook, ja, ik, ik moest een beetje grinniken. Maar ik had ook gewoon, hij vroeg verder ook niet om advies: of hoe zie je dit? Dus ik heb gewoon gezegd: weet je wat? Thank you for sharing. En uh, veel liefs. Um, maar ik dacht, oh ja, dat is ook weer typisch hoe we dat kunnen zien. Hè? Van, zijn ego is daar nog niet klaar dat voor. Dat hoor je veel in spirituele kringen. Heel uh, de, ja, deel, ja hè, van mij. Nou, ik ben al een beetje daar. Een stuk verder. Nou, zijn, ja. um, maar wordt ja. mij dan nooit iets aangedaan? Uh, nee, daar ik bedoel je, hebt toch soms gewoon een klote ex die jou loopt te, te treiteren online. Of die, waar je nog geld van krijgt en dat krijg je maar niet. Of die wil de alimentatie niet betalen. Dat voelt wel alsof mij ja. persoonlijk iets aangedaan wordt. Ja. Zo voelt het wel. En dat ja. mag ook, je mag dat ook echt zo voelen. Maar het klopt niet. Um, ja, er staat een mooi stuk in de cursus over uh, feeling unfairly treated. Mm. En dan zegt hij ook van wees be aware. Weet je wel, wees waakzaam op de verleiding om je unfairly treated, om je hoe zeg je dat? Uh, ja, on, onjuist behandeld. Onbejegend. Mooie woorden voor je. Ja. Onbejegend behandeld uh, te voelen. Um, en daar iets verderop staat ook, het is, het is it's impossible, het is onmogelijk om um, uh, je onbejegend uh, ja, onheus, bejegend. onheus bejegend te worden. Ja. Um, en dan zegt ons eigen natuurlijk, ja, dat is kan, dit is toch duidelijk en heel de wereld gaat het met je eens zijn dat wanneer bepaalde dingen, dat mensen zeggen van, ja, dit is toch oneerlijk. Ja, um, dit laat ik mij niet welgevallen. Precies, en ja, dan komt die vraag ook weer hè, van wil ik gelukkig zijn of gelijk hebben. Um, de, ja, je, wat, wat ben je op dat moment aan het onderwijzen? Je bent jezelf eigenlijk alleen maar aan het verzwakken op het moment dat jij ziet dat jij zelf onjuist behandeld uh, bent. En mm -hmm. dat jij onjuist behandeld kan worden. Uh, je identificeert je met het lichaam en je zegt hè, van deze persoon heeft mij pijn gedaan. Uh, het is eigenlijk altijd onze interpretatie van wat. Wat er gebeurt, wat ons werkelijk pijn doet. Dus weer, hè, we zien op het beeldscherm eigenlijk neutrale beelden, maar welke betekenis geven wij aan ja. wat er gebeurt? Dat ja. is hoe wij iets ervaren. Want anders zou, als het niet zo is, dan zou iedereen alles op precies dezelfde manier ervaren. Uh, maar dat is niet zo. Nee, Want de... Het is in essentie neutraal, maar wij geven de betekenis aan. Precies, en weet je nogmaals, dat wil absoluut niet zeggen uh, dat je niet mag huilen en niet boos mag worden. En uh, dat niet allemaal mag voelen. Dat mag allemaal. En op een gegeven moment komt er een moment dat je denkt van hey, uh, is er ook iets anders mogelijk? Want sommige mensen lopen tien jaar, twintig jaar, misschien wel meer uh, jaren rond met diepe wrok. En misschien is die persoon al overleden en nog zit iemand zich op te vreten. Ja. Uh, en, en je kan het vergelijken um, met de gevangenis. Hein? Cursus gebruikt ook zo'n mooie metafoor over de gevangenis en de gevangenisbewaker. Dat de bewaker uh, die, die zit heel de tijd bij die gevangenen voor de gevangenisdeur en die moet... Zeker weten dat die gevangene niet ontsnapt. Mm -hmm. Maar daardoor zit hij zelf eigenlijk ook in de gevangenis. Ja, 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 want ja, ja. hij is heel continu dat. En dat is ook te vergelijken met deze persoon heeft mij iets aangedaan. En die stop ik in, dat, in die gevangenis van hij is slecht. En ik moet daar blijven, weet je, dat, ik moet dat bewaken. Want er mag niks goeds over hem gezegd ja, ja. worden. En ik moet dat bewijzen. Er is constant bewijs in mijn mind. Ik ga ook bondgenoten zoeken van andere mensen die het ermee eens zijn. Ja. En ik zit zelf ook in de gevangenis. En... Je houdt jezelf gevangen door een ander te beschuldigen. Daar Precies. komt het op neer. Het is met haat natuurlijk net zo. Als je haat hebt, ja, haat in je. Je denkt dat je die ander daar pijn Precies. mee doet, maar nee, je doet jezelf zeer. Precies. We ja. moeten toch even je album er nog even bij pakken. Ja, want daar ben je hier. Remember your dreaming. Het ziet er fantastisch mooi uit. Precies. Een mooi boekwerkje. mooi. Uh, uh, ja, daar ben je al lang mee bezig geweest en het artwork. Ja. Klopt. Allerlei mensen die eraan meegewerkt hebben, fotoshoots. Hoe lang ben je in totaal bezig geweest met dit album, Neda? Oeh, um, ja, sinds corona, dat het echt ging, ging lopen. Ik heb het eerste proces ook met mijn producer, want die woont in Canada, uh, heb ik over Zoom gedaan, omdat ik nog niet naar hem toe kon uh, door die restricties. Um, en uiteindelijk ben ik afgelopen, uh, wat was het? November, september. september, 13 september ben ik naar hem gevlogen uh, om mijn stem op te nemen. En daarvoor, die hele periode daarvoor, dus een jaar daarvoor, hebben we alle muziek opgenomen. Ook via Zoom en iemand uh, in Londen en iemand weer daar. En in Nederland heb ik de Strijkers opgenomen. Um, dus allemaal een beetje zo samengebracht. Mm -hmm. En toen ben ik, uh, ja, dus pas geleden naar hem toe gegaan om het af te ronden. En ondertussen al die kunst verzameld echt wow. van mensen over heel de wereld. Echt van. Gewoon Amsterdam en Rotterdam, tot Marokko, Guatemala, Mexico, Canada, Australië. Um, wereldwijd? Ja, echt wereld, uh, wereldwijd. En ik wilde, ja, ik hou zelf echt gewoon van om iets in mijn handen te hebben. Ja, want je hebt nog een cd uitgebracht, dat doen er niet meer zoveel Precies, maar ik dacht van ja, weet je, veel mensen hebben geen cd-speler. Um, dus ik wilde iets maken dat ook al heb je geen cd-speler meer, dat je het toch wil hebben. Ja. En toen dacht ik ook van ja, weet je, muziek is voor mij iets, een heel grote ja, wegwijzer altijd geweest. Door um, ja, muziek la, laat mij in contact met mijn gevoel. En het helpt mij heel erg op mijn, op mijn spirituele pad. Maar kunst ook, en schrijven ook. En uh, op creatieve uitingen ook. Dus toen dacht ik van <laughs> ik wil gewoon iets maken wat dat. Uh, ja, samen laat komen en er staan ook veel lege notitiepagina's in uh, om mensen zelf ook die kans te geven uh, om te schrijven en om hun eigen gedichten te maken. Er staat ook okay. een mooi oefeningetje over hoe je uh, een simpel gedicht kan schrijven. Uh, er staat een vergevingsoefening in. Um, dus ja, ik, ik hoop dat het mensen kan inspireren en uh, heel veel mooie quotes van de cursus in wonderen staan erin, allemaal met het thema van uh, remember your dreaming. Ja, het zijn twaalf um, nummers die erop staan. Ja. Ik zou ze even met je door willen nemen. Okay, ook voor, uh, laten we dat meteen maar erbij pakken, want uh, je bent ineens ook de gast in mijn hip-hop show op <laughs> vrijdagavond. Maar ik wil dat eigenlijk de mensen van dit mooie interview uh, eigenlijk ook uh, uh, cadeau doen. We hebben nu zo'n uurtje gesproken. Um, Um, dan doen we even gewoon net alsof jij uh, nu net de gast bent bij mijn radioprogramma. En dan hebben de mensen op, uh, op Spotify die deze podcast <laughs> luisteren. Want we mogen op Spotify en uh, Apple helaas geen muziek laten horen. Maar voor de duidelijkheid, als dit online komt, uh, staat het album ook op Spotify. Hè? Van 21 december wordt het released. Klopt. Uh, yeah. Het heet dus Remember Your Dreaming. Er staan twaalf tracks op. Laten we beginnen met de, met de, met de, de single, hè? De, de release. Uh, Shadows <laughs> and Snakes, dat is ja. de eerste. Hè? Ja. Waar gaat het nummer over? Shadows and Snakes. Nou, dat nummer heb ik geschreven eigenlijk om heel eerlijk te zijn. nadat ik echt best wel ruzie had met mijn vriend. <laughs> en dat, ja, dat, dat, dat vertelt heel eerlijk over um, waar we het net over hebben gehad. Van hè, ik heb die gedachten van haat en, en twijfel en boosheid en angst. Ik heb ze, ik ben er bewust van. En, uh, vervang ze alsjeblieft. Dus, het, dus het, het beschrijft eigenlijk heel erg dat proces waar ik het net over, over had... van bewust worden van die emoties. Uh, voelen van, hé, hey, maar dit doet echt pijn. Is ja. er een andere manier mogelijk? En in het refrein zeg ik ook van... ik wil niet bang zijn voor schaduwen en voor slangen... die eigenlijk gewoon stukken touw zijn. Um, dus maar ja. die ruzie, waar ging die over dan? iets kleins. Oh, dat weet ik echt totaal niet meer. Ja. En is het niet soms ook eens even lekker om ruzie te maken met elkaar? Dan kan je het daarna weer goed maken. Nou, dat nee, nee? Daar ben ik het niet meer. Ja, niet van ruzie maken. Nee, kijk, natuurlijk. Je leert je leert elkaar daardoor ook kennen. Dus ik ja. zou niet zeggen van dat het slecht is. Weet je, het is gewoon precies als uh, alle uh, dingen die uh, oncomfortabel voelen in het leven, wijst het ons naar een een wond die geheeld mag worden. Um, maar vanuit oh dat is leuk en dan kunnen we even. make-up seks of ja. zo. Dat is denk ik wel echt ook weer typisch de uh, ego relationship. Ja. Um, maar je van hoort nu een speciale liefdesrelatie. Je hoort nu wel in coronatijd dat er heel veel mensen de hele tijd op elkaar slip zitten met thuiswerken en zo. Het is ook niet gek dat we dat we dan vaker ruzie hebben en zo, toch? Of is dat onnodig? Het, het is sowieso onnodig. In, in, de, in de zin van. Uh, het is ook mogelijk, geloof ik, om geen ruzie te hebben. Uh, want wanneer jij in volkomen vrede bent met jezelf, dan valt er natuurlijk nergens meer ruzie over te maken. Een ruzieloze uh, relatie, het is mogelijk. Ik denk dat het mogelijk is. Ik heb het zelf ook nog niet. Maar dat is omdat tot nu toe ook nog elke ja, soort ruzie. Tenminste, nu is het ook niet meer zo ruzie ruzie. Maar Um, dat wijst wel naar iets in mezelf wat ik nog niet heb geheeld. Dus ja. als je het zo kan zien uh, en de relatie daar ook voor kan gebruiken, dan is het behulpzaam. Maar als je de ruzies uh, ziet als de andere persoon is schuldig en hij zou moeten veranderen, daarom hebben we ruzie. Dan is het verloren tijd. Dat werkt niet. Ja, dat werkt nee. gewoon niet. Gaan ja. we naar track 2. Remember Your Dreaming, de titeltrack samen met Mike Love. Mike Love. Wie is Mike Love? Mike Love is een super toffe Hawaiiaanse reggae-zanger. Uh, ja. Die ik heb gevraagd om hier op te staan omdat het uh, uh, ja, een reggae-song is. Of tenminste wel echt reggae-influenced. Um, en ik ben zelf niet zo super reggae-influenced. Dus ik dacht het is wel leuk om een echte reggae-guider op te hebben. Uh, en hij maakt ook echt super toffe nummers. Echt over, nou ja, ook, ook spiritual songs. Um, dus ik dacht, dat is echt wel een goede match. En, en um, dat nummer heb ik geschreven toen ik um, eigenlijk nog bezig was met mijn vorige album. En echt super, uh, helemaal in de stress zat over geld. Ik weet echt nog, ik zat van, oh mijn god, hoe ga ik dit betalen? En nou. ik wist niet hoe ik die studio moest betalen en dit en dat. En toen voelde ik van, oké, okay, ik ga gewoon even op de hoek. Van de straat ga ik een theetje bestellen. En toen ging ik daar naartoe en ik zat. En ik weet nog dat er ineens een hele klas met kinderen zo binnenkwam. en allemaal aan het spelen was. En ineens hoorde ik echt zo'n zo ja, hele liefdevolle stem in mijn mind van. Remember your dreaming. En ik, nou ja, misschien heb je dat ook wel, hè, wanneer je die inspiratie zo opvoedt, komen die kriebels. Dus ik. Kijk snel van waar heb ik een pen, papier? Nou, ik had een bonnetje in mijn tas. Dus ik pak een bonnetje yeah. en begon te schrijven. En toen begon eigenlijk uh, nou ja, die, die eerste zin. Weet je, take a deep breath, sit down, my child. Why are your thoughts running so wild? Don't you know who walks beside you? Don't you know that only love is true? Um, remember you're dreaming. Yeah. En zo uh, ontstond dat nummer. Dus ik kwam thuis gelijk achter de piano, uh, kwamen de akkoorden. Ja, komt dat dan echt tot je? Is dat echt in spirit inspiratie of komt dat toch ook nog wel neder aan de pas? Um, ik denk dat het wel een samenwerking is, ja, um, ja. Want de spirit gebruikt natuurlijk wat jij, wat jij kan. Ook. Je bent een instrument, ja, ja. Maar daarvoor heb je wel dat instrument moeten fine-tunen, natuurlijk. Ja, ik, ja. Het is niet alleen maar gegeven, dus nee, nee. Terwijl de, wel de bedoeling is dat we de leiding uit handen geven. Dat heb ik je ook ergens over zeggen. Ja. Uh, let love lead the way, zeggen we dan. Hè? Ja. Zo, zo heet niet één van je nummers, maar zo had makkelijk een nummer van jou kunnen nou, heten. Nou, dat is heel grappig, want ik heb echt, echt? net een nummer geschreven. Nou. Een paar dagen geleden die zo heet. Let love lead the way. Nou, dat echt, kan geen toeval grappig zijn. Grappig. Nou, hier staat wel lead the way op. Dat is, dan slaan we er eentje over. Ja. Lead the way met Deva Premal, toch niet de minste. Ja. Um, is dat een beetje dezelfde strekking? Lead the way, dat zeg je dan niet ja. tegen jezelf, maar dat zeg je tegen jezelf met hoofdletterzet? Ja, absoluut. Ja, dat heb ik echt nog meer geleerd ook met dit album. Van het gaat gewoon zoveel beter als ik er zelf niet te veel mee bemoei. Ja, <laughs> en lastig. mezelf echt op de, op de passagiersstoel zet, ja? zet en zegt tegen spirit of liefde, hoe je het ook wil noemen, van nou, ga jij maar achter het stuur zitten. En Durf je dat echt? Inmiddels durf ik het omdat ik uh, zoveel heb gezien hoeveel beter het is als ik zelf niet achter het stuur zit. Ja. Dus er is echt wel een vertrouwen gegroeid met die innerlijke stem. Dat ik uh, nu, ja, dat ook leuk begint te vinden om, om, om echt ook te durven wachten voor de guidance. En te durven wachten op, oké, okay, wat, wat, wat voelt geïnspireerd? Ja. Um, ja dat het op een gegeven moment leuk wordt en ook niet altijd hoor soms uh, verlies ik mijn geduld of denk ik komt het dan wel goed of maar ik zie steeds weer van ja wanneer het tijd voor dingen is dan wordt het duidelijk en dan komt het wel in je mind en ik denk ook dat je dat kan trainen weet je want ik voel wel dat die inspiratie komt uit de stilte dus wanneer je mind continu heel druk is ja. weet je zoals met meditatie dan train je ook je mind om stiller te worden um, waardoor je denk ik die innerlijke stem ook beter kunt horen die inspiratie ook beter kunt horen. Dat valt te trainen. En ja. look, look within your heart, dat is trek 3. Ja. Wil je daar nog iets over zeggen? Ja, dat, dat, dat gaat over die, die quote die ik net zei. Those who seek the light are merely covering their eyes. Dat nummer mm. gaat, gaat heel erg over uh, van, nou, ja, we zoeken die liefde buiten ons. Uh, maar in werkelijkheid uh, zit, het, zit het in ons. Wij zijn de liefde. En um, ja, wie jij werkelijk bent, kan ook niet veranderd worden. Dat is pure liefde, wat er ook gebeurt. Dat ben jij en daar hoef je niet buiten naar op zoek te gaan. Dat is waar dat nummer over gaat. Mooie boodschap. Ja. Dark Night of the Soul. Dat lijkt een uh, soort depressief nummer te zijn. Is het dat? Het is wel een beetje dramatisch qua muziek ook, als ik nu denk. Wel een beetje groot, en strijkers, en drums hoor ik nu zo. Ja, het is best wel een groot nummer, uh, maar ook wel heel uplifting. Um, en mijn boodschap daar is eigenlijk... Van, nou ja, in een van de versen staat ook... Ik dacht dat... Het, I thought that following you meant sacrifice. But now I see you only lead me to paradise. Dus ik denk dat dat nummer heel erg gaat over... Um, ja, dat, een proces in mijn leven... Uh, waarin ik heel veel dierbare mensen heb verloren. En dat nummer begint ook met... Um, nou, moet jij het even voor mij voorlezen? Ik ben het even kwijt. Pagina 32. You uh. need the, the lyrics. Ja, je hebt ze natuurlijk nog niet allemaal uit je hoofd geleerd. All that I thought what that was certain fell away. The ones I thought never would leave me couldn't stay. Ja, precies. Ja. Dus dat is dat hè? Van uh, dat ja dat was mijn dark night of the soul was echt een moment je tante um, gaat het over je tante ja mijn tante die uh, was overleden uh, mijn oom die uh, was overleden um, mijn relatie die uh, stuk liep uh, en dit allemaal tijdens uh, dat ik uh, in de voice zat en ja. live uh, um, shinen. Moest shinen, ja en het was echt best wel een heftige tijd en um, ja, dus daar vertel ik daar eigenlijk over. Want dat dat juist het moment was. wat mij echt deed keren naar. Oké, okay, dat die hele shine en de fame. Um, gaat mij volgens mij niet geven wat ik werkelijk zoek. En dat voelde in het begin een beetje als een sacrifice. Ook toen ik de Lightest Come uitbracht. voelde dat een beetje van. Oké, okay, ik heb mijn popcarrière soort van opgegeven. en zing hier nu van die goddelijke songs. en wat fuck is dit allemaal. Ja, zo ga ik nooit wereldberoemd worden. Ja, precies. En. Um, en op een gegeven moment, en nu ook, kon ik ja, zo'n dankbaarheid uh, voelen voor het pad waar ik op ben. Uh, en voelen dat, ja, dat, dat de, de muziek die ik nu maak, echt vanuit hè, gewoon super eerlijk vertellen over mijn eigen proces. En dat ik dagelijks mails krijg van mensen die er zoveel van hebben. En echt mensen zelfs die uh, zelfmoordgedachten uh, hadden. En door die muziek uh, weer voelen dat ze gewoon. Okay, weer zijn. in contact zijn ja. met dat licht. Dat ik echt denk van wow, weet je wel. Dus, dat is een mooi geschenk. Precies, dus um, make... ja, daar gaat het over. Oké, okay, make it obvious. We gaan even, even de versnelde ronde in. Okay. Waar gaat die over? Make it obvious is een soort prayer van... Uh, nou ja, waar, wanneer je in twijfel bent... en ik, ik, ik weet even niet wat ik moet doen... Um, vraag ik aan de spirit, make it obvious. Dus dat gaat eigenlijk ook over... Uh, zelf een stap terug doen en um, laat me maar zien... Uh, wat de bedoeling wat is. De bedoeling is. Ja. Ja. I give it all to you. Ja, ik verwijs het allemaal naar hetzelfde you met yeah. hoofdletter y, y, y. Ja, dat gaat ook over echt het overgeven van al um, mijn angsten, mijn grieven, uh, mijn geloof in verlies. Hè? Dus uh, mijn verleden. Uh, uh, neem al mijn, uh, mijn spijt. Um, en dat is echt een soort overgaafnummer van ik geef het allemaal aan jou. En. Uh, ik kom met lege handen en ja. Zeg het maar. Ja. Ja. <laughs> Wherever I go, track, even tellen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 6. Trek 8. Oh ja, dat nummer gaat uh, over dat. Ja, dit is, dat nummer is echt die herinnering van oké, okay, waar ik ook ga, die liefde gaat met me mee. Um, en en wie ik ben, is, is puur liefde. En um, het is een heel vrolijk. Uh, feel good song met lekker mooie soort gospel backings en het is echt ja yeah, een feel good song cool queen of hearts <laughs> queen of hearts uh, die heb ik geschreven um, ja, nou ja dat gaat echt over mijn tante dat was een echt een moment dat ik bij haar was eigenlijk toen ze uh, ja, aan het overlijden was en een van haar laatste ademen uitblies en ik weet nog dat het moment was dat er stond een raampje Achter haar open en uh, er kwam een wind binnen. En ik weet nog dat ik dat was echt zo'n moment dat ik dacht: Oh, hier ga ik ooit een nummer over schrijven. Want er kwam zo'n wind binnen, de kamer werd stil, maar de wind die bleef, die, die ging door of zo. En okay. dat was, was zo'n zo poëtisch beeld van hoe, hoe hier iets eindigde, maar dat die wind gewoon door bleef gaan of zo. En, en dat is ook een zin in, 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 de, in dat liedje. Uh, The room went silent, still the wind spoke. Z Ja, ja. Dat, dat kwam er ook zo in voorbij. En, oh, jij kan best ja. goed zingen trouwens. <laughs> je vaker gehoord hè. Ja, ik zit even te kijken hoe lang we nog hebben voordat het uh, videokaartje ermee kapt. Ik denk nog een minuutje of tien, dus we gaan even gauw door <laughs> okay. hè. Ja, homesick. Homesick, homesick heimwee over heimwee. Ja, ik had het net over van je was zo jong al. Nou ja, wat ik ook echt als kind had is dat ik heel vaak super heimwee had terwijl ik gewoon thuis was. En dat is een heel gek gevoel. Want ik had ook wel heimwee uh, vaak als ik uh, weg was. Dus ik herkende dat gevoel van ja. heimwee hebben. En ik had precies datzelfde gevoel ook best wel vaak als ik gewoon in mijn eigen huis was. En dat was echt een totaal onverklaarbaar gevoel voor mij. Van hoe kan ik nou heimwee hebben terwijl ik al thuis ja. ben? Niet naar Iran. Misschien toch dat je... Iets, nee, nee, nee totaal okay. nee. Daar nee. had ik helemaal geen... geen geweest? band nooit Nee, nee. Um, Maar ja, toen ik de Kirsten in Wonderen leerde kennen... toen begreep ik van... oké, okay, dat is eigenlijk een, een diepe heimwee... naar iets veel groters. Naar mijn werkelijke thuis. Naar ja. de liefde die ik werkelijk ben. Naar de liefde die God werkelijk is. Um, dus daar gaat dat nummer over. Van ja. darkness to light... Dat Maybe. is een nummer met Alexia Challen. Voor degene die, uh, die haar kennen. Zij heeft ook prachtige spirituele muziek op Spotify staan. Echt heel erg mooi. Um, dus dat is een uh, duet met haar. En um, ja, From Darkness to Light. Dat gaat eigenlijk ook over uh, het overgeven van um, mijn angsten. Mijn, um, mijn darkness, mijn belief in... Crazy shit and <laughs> replace it for love. Ja. Yeah. Basically. En dan You Are The Light. Dat is het laatste nummer op je nieuwe album When You're Dreamin'. Waarom is dat het laatste nummer? Nou, die, die laatste zin vond ik wel mooi die erop stond. Toen, toen ik die hoorde in de mix, die allerlaatste zin, even kijken. Um, toen dacht ik van, oh dat is wel echt een tof nummer om als laatste te doen. Ja. En die zegt. Hier da da, 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 da. Here you go. Het laatste nummer zegt. Ik zal hem voor je zingen. You never walk alone. Let love lead you back to your true home. Mooi. Toen ik dat hoorde dacht ik ja dat is wel. En toen je dat hoorde, jij hoort dat dan in je hoofd of zo? Of hoe werkt dat? Nee, uh, we waren gewoon de songs aan het mixen. Ja, oh, Oké. Okay, ja. En ik had nog geen volgorde bepaald. En toen dacht je, dit en Toen moet ik dat nummer, gaan. ja, de laatste zinnen hoorde, toen dacht ik van ja, dit is wel echt tof om dat als laatste nummer te doen, omdat dat gewoon samenvalt van, weet je wel? je bent nooit alleen, de liefde loopt met jou, um, terug naar huis. En, uh, en dit nummer gaat ook heel erg over uh, dat, het, dat het tijd is om je licht te schijnen. Dat heel veel mensen heel erg bang zijn, um, ik had dat zelf ook, bang, bang zijn om echt in het licht te gaan staan. En bang voor wat andere mensen denken of heel perfectionistisch zijn, eigenlijk uit angst dat het niet goed genoeg is. Ja. En Dit nummer gaat meer over van, kom op, de wereld wacht op jou, mooie licht. En je bent behulpzaam en um, ja, uh, volg je calling, zeg maar. Mooie boodschap. Dat, ja. hey, in je, in je uh, boek wou ik bijna zeggen... maar ja, het, is, het is een boekje wat bij de cd zit. Het is evenveel waard. Er uh, staan ook gedichten. Zou je ons daar nog even één of twee van willen ja. voordragen? Ja, zeker. Dat, zei, dat, zei dat, dat daar ben je trots op. Hè? Dat is het, zeker, zeker. Hafiz en uh, Rumi. Ja, Nou, er staan er meerdere. Ook van Muji en Yogananda. Wow. En, je kan uh, ze niet allemaal voorlezen. Een vriendinnetje van mij heeft ook een uh, gedicht ervoor geschreven. Dus dat is ook echt heel tof. Dus, nou zijn bekende en minder bekende. Uh, maar dit is een gedicht van Rumi. En die vertelde eigenlijk precies... Uh, wat de cursus in Wonderen ook onderwijst... waar we het net over hebben gehad. Dus dat is misschien wel een mooie. En hij heet Inner Wakefulness. En daar zegt hij... This place is a dream. Only a sleeper considers it real. Then death comes like dawn. And you wake up laughing... at what you thought was your grief. A man goes to sleep in the town where he has always lived, and he dreams he's living in another town. In the dream, he doesn't remember the town he's sleeping in, his bed in. He believes the reality of the dream town. The world is that kind of sleep. Humankind is being led along an evolving course through this migration of intelligences, and, and though we seem to be sleeping, There is an inner wakefulness that directs the dream. And that will eventually startle us back to the truth of who we are. Mooi. We Applau doen, Applausje voor Rumi. <laughs> voor Rumi yeah. <laughs> Dankjewel. voor ja. Dank Er zijn nog meer interviews met jou te vinden op, um, op Spotify. Ik wil er even eentje uitlichten. Die is met een mevrouw een, op leeftijd gedaan. Een 90-plusser. Ik was heel enthousiast over dat gesprek. En toen kom jij hier binnen en zeg je: Ja, maar weet jij dat? die mevrouw een aantal dagen later is overleden. Ja. Maar ze klonk alsof ze aan het begin van haar leven stond. Kun je me dat eens uitleggen? Hoe wist zij dat ja. al, dat ze ging overlijden of zo? Of? En dat is natuurlijk niet zomaar een vrouw. Want dat is de eerste um, uitgever van de Cursus in Wonderen. Judy yeah. Scotch. Die dus jij gewoon... Echt, uh, ja, zij was de laatste van de originals, zeg maar, van de OG's. No. Die nog, uh, nog leefden. Ja. En um, ja, inderdaad, zij klonk nog zo levendig. Um, maar ik denk dat het gewoon... Um, dat ze klaar, klaar was. Klaar Hier. voor vertrek. Ja. Ja. En nog echt zo in haar laatste jaar nog zo'n podcast gestart. En zo 90. scherp en ja, echt fantastisch. Hoe ja. heet die podcast alweer? Uh, Miracle Voices. Oké, okay, die is dus heel interessant ja. beluisteren. Je bent de gast geweest, Bolette Luidwieler. Die heeft ook een podcast over een cursus in wonderen. Wij hebben drie. Keer, nee, twee keer eerder met elkaar gesproken. Eén keer in het Nederlands, één keer in het Engels. Dit ja. was onze derde keer. Ja. Het hele album uh, You Remember Your Dreaming staat dus op Spotify als dit online komt. Ja, Spotify uh, en overal en, iTunes, waar dan ook. En, en waar dan, kan ik dit kopen zo mooi? Dit gewoon via mijn eigen website nedaboyn.com. Ja, en wat zijn ja. de kosten? Um, ik zit nog even daarover te twijfelen. Okay. Dus uh, ga, je het, ga, je, ga je het op donatiebasis doen? Nee, hè? het is wel een vast bedrag. Nee, of? het is nu te pre-orderen. Um, maar dat als, als ze dit horen, denk ik niet meer. Maar voor, voor 20 euro. Maar het gaat waarschijnlijk uh, als het officieel uitkomt iets duurder zijn. Ja, dat snap ik. Maar dat is logisch um. ook. Daar is genoeg bloed, zweet en tranen en geld in gaan zitten. Wat, wat, misschien is de laatste belangrijke vraag... wat is jouw doel hiermee nou eigenlijk? Wat, wat, zou nou, wat zou jouw hart het meest vervullen wat er zou gebeuren? Heeft dat met aantallen te maken? Of met plekken waar het komt, Plekken waar jij terechtkomt? Wat, wat hoop je dat er gaat gebeuren dankzij dit nieuwe nou, album? Ik heb dat hier wel uh, in de introductie oh, eigenlijk opgeschreven. En daar schrijf ik... This creation is dedicated to you... Thank you for walking alongside of me on a journey without distance to the love we have never truly left. I hope this album can make the journey a bit lighter and guide our nightmares into happy dreams until we wake up to reality. Dus voor mij, ja, de hoop is echt dat mensen troost kunnen halen uit de liedjes. En de, ook in het boekje dat ze zichzelf creatief kunnen uiten. op een manier die hun support op hun pad. En ja, vooral, ik, ik ben gewoon zo eerlijk in deze nummers. Ik denk dat dat ook verfrissend is met, nou ja, veel. Um, depressies die nu zo omhoog gaan en in de social media dat het veel verbergen is van wie we werkelijk zijn ja. en alle mooie uh, selfie filters um, die en de mooie foto's ik ben hier ik ben daar en die eigenlijk verbergen van oké okay, maar waar ben je echt hier in je in je mind waar is je mind um, en ja ik hoop dat door die nummers dat mensen kunnen Voelen van oh, ik ben dus niet de enige en het is oké okay om dit te voelen en dat die dat die reis uh, ja, wat lichter wordt. Dat is heel erg mijn hoop. Oké, okay. ja. zetten we daarop in. Ja, <laughs> dankjewel dat je hier was. <lacht> dankjewel. <lacht>